De gemeenteraad van Borne stemde eind oktober in met de aanleg van een nieuwe weg en een knip in de huidige provinciale weg. In Borne denken ze dat hij er ook komt. Maar in het provinciehuis denken ze daar toch echt even anders over. Ja, dat is verkeerskundig gezien is er niet de noodzaak om die knip in de provinciale weg aan te brengen. Tegelijkertijd biedt een westelijke randweg, westelijke verbindingsweg, wel minder verkeer op die provinciale weg. Maar of dat in voldoende mate is om ook planologisch medewerking te kunnen verlenen, want we zitten toch aan een uniek stukje buitengebied daar. Daar moeten we nog goed naar kijken met elkaar. De uitkomst van een verkeersstroomonderzoek wordt over anderhalve maand verwacht. Daarna willen de staten reageren op het plan van de gemeente Borne. Al lijkt de animo niet groot, de voorstanders houden de moed erin. Ik hoop dat we duidelijk hebben kunnen maken dat zowel de verbindingsweg als de knip in de rondweg een door ons groot ideaal is wat toch vandaag dichterbij is gekomen. Denkt u dat echt? Want de gedeputeerde Boerman zegt, ja, wij zien als provincie geen reden voor een knip, punt uit, klaar. En de PvdA denkt daar net zo over. Dat hebt u goed gehoord, dat klopt. Tussen de regels door kon je lezen dat er mogelijkerwijs een verbindingsweg wel komt. En dat misschien de knip wellicht later gerealiseerd wordt. Er zal nog heel wat water door de Rijn stromen, door de Bornse Beek stromen. Voordat we beide zaken hebben gerealiseerd. Maar u bent wel positief. U zegt, ik denk wel dat het goed komt. Ik moet positief blijven en ik heb ook het geluk dat ik namens heel veel mensen mag spreken. Samen houden we de moed erin. De tegenstanders van de weg voelen zich gesterkt door de opvatting van de provincie en de statenleden. Nou, de rondweg is wel nodig, maar die rondweg ligt er al. En de indruk van de vergadering is duidelijk. De gedeputeerde Boerman heeft heel duidelijk gemaakt dat de N743 niet geknipt wordt. En als die niet geknipt wordt, dan is de problematiek ook niet aan de orde. Dus waar praten we eigenlijk over? Nou, daar komt er eigenlijk nu wel op neer. Ja, we praten alleen dan nog over de spoorveiligheid. Nou, de spoorveiligheid is ook duidelijk. Het probleem van de spoorveiligheid zit in het centrum van Borne, Azorstraat met name. Dus ik zou wel op prijs stellen als de provincie daar een keer geld bij doet. En voor een tunnel, voor personenwagens in de Azorstraat, dan zijn alle problemen opgelost. U was hier met een hele delegatie. Hoe gaat u nu zo meteen terug in de bus? Met welk gevoel? Ik denk dat we met een heel goed gevoel teruggaan. Er moeten nog allemaal beslissingen worden genomen verder. Maar de stemming, ik heb het nu wel gemerkt, is heel positief. Vooral omdat de gedeputeerde zo nadrukkelijk gezegd heeft, geen knip in de rondweg.